De Dag der Marrons wordt op donderdag 10 oktober voor de 9e keer als nationale feestdag gevierd. In verband hiermee zijn er op verschillende locaties activiteiten gepland die vooral met de Marron-cultuur te maken hebben. Enkele prominenten uit de Marron-samenleving laten hun licht schijnen op deze dag. Ik ben Fidelia Grangalo, gewezen ambassadeur van Suriname in Trinidad en Tobago. En ik ben een Marron-vrouw, geboren in het district Marowijne, het dorpje Mungo. En ik behoor tot een aantal dorpen van het oostelijk deel van Suriname. Vanwege mijn moederlijn, mijn vaderlijn, grootouders en zo. Dus ik ben een Marowijne kind. Aanstaande donderdag is het 10 oktober. Ik wil praten tot Suriname. Wat Suriname moet begrijpen, omdat vanwege mijn internationale ervaring weet ik dat we super uniek zijn in het westelijke halfrond. Alleen Suriname heeft een Marron gemeenschap die nog precies functioneert als hoe de mensen in Afrika waren. Men noemt Suriname wel de Afrika buiten Afrika. En wat we moeten weten is dat de rijkdommen aan culturele waarden die de gemeenschappen in Suriname hebben behouden, vooral de binnenlandse gebieden en ook al die andere gebieden van Suriname hebben heel wat behouden. Het gaat om Suriname uniekheid in de stille wereld. Wat we doen is dat we zeer bescheiden zijn. We hoeven niet bescheiden te zijn. Suriname mag trots zijn. Want wat wij brengen aan cultuurgoed in het Caribisch gebied en in de rest van de wereld is echt mind-blowing, zoals men zou zeggen. Onze heritage als Marrons is dat wij gestreden hebben voor onze vrijheid. Onze voorouders hebben een basis gelegd voor ons om zelf onze ontwikkeling ter hand te nemen. Middels het ontwikkelen van onszelf, middels educatie, het ontwikkelen van onze gebieden, economische ontwikkeling, economische vrijheid, technologie, maar meer nog productie. Laten wij allemaal datgene wat wij van onze voorouders hebben gekregen en de zegen van de Almachtige, alles de handen in elkaar slaan om ons land, ons geliefd land Suriname, te ontwikkelen vanuit een basis als te zijn Marron. Op 10 oktober 1760 herdenken we dat het vredesverdrag getekend is door de Surinaamse Marrons en de Nederlandse overheid. Na een bloedige strijd van zweet en tranen hebben de Marrons uiteindelijk de strijd gewonnen en de Nederlandse overheid was genoodzaakt om inderdaad vrede te sluiten met deze heldhaftige strijders. Het is goed dat wij hierbij stilstaan en vooral de elementen die duidelijk naar boven kwamen. Ik noemde al één, heldhaftigheid. Maar daarnaast moeten we zeggen dat deze strijders onbevreesd waren. Ze waren vastberaden en ze waren doeltreffend. Het is dus goed dat wij deze elementen, deze waarden meenemen wanneer we vandaag kijken naar onze samenleving. Ik denk dat ik een boom voor nu feliciteer allesama, maar een boom voor een pakje dat ik tjaipje voor de sanitap zou je bouwt idee als dat een gawa voor be fikagiwi voor die de feti tawa lasi de libi. En de fikasani giwa baka, fousa boumo fawe, fikagi piki wan baka. Ik feliciteer de totale Surinaamse samenleving en ik roep op tot bezinning op deze dag. 10 oktober we go, dan
Nou, een gande. Een gande die buskonde, een gande die mama sanang. Bikasaide, tondo of 50 jaar zei bij Alipasa. En is 60. Dan baka be pote en maliki. Nanga den gawan fu betaki changaya. Waifetimo anga usefi. Ma wisabi taki na duengi den be duengi den baka fu besadwa sande. Bika den gawan fu feti wan tanga fe changa den en fi den sefi. Ti den a dei winke fi man panso wa mu fege cha fetia. Taki a fetia so na be wan feti di be taki nono gi pina. Na wan feti di taki nono gi duengi. Na wan feti di taki ya gi fi. Na wan feti etaki yu na libisama. Na wan feti di taki meke wi sefi nke libisama. Taki gi u sefi o show wanigo. Tide tudu sutina negi dan ujaini wan taso utu gon tapu monke tondo of 15 ja sebi ali di pasa. Mana wan gon tapu peden sandim taki afesi yaso de kanapu kanapete. Pewe taki nono gi pina, pewe taki nono gi duengi. En pewe taki meke upoti anana makandi kona wan fuchai den liba fuwi gwanga fesi mamasa anan gwanga fesi. En dat wan taki amo gansan di wabi fano udu dan a lobby. A lobby fu sefi en lobby fu wokwanga makandi. 10 oktober na wan day di tong wan national day dat wan taki gala sana man. En I ni a mamasa anan di we libi en a la den ta nasi we polo anga den tu. Bika a day ya so na la se de fien. A la se pesa anaman de a fi. Uta wensi hi december fu wang suti marondaka. Ik wens de totale gemeenschap een prettige maar bezinningsvolle marondag. Mi polo anga u anga gangu nung de yaso mi hopu taki alasama pasawang shwiti day PC lobby ma ook to one day pewe denki onsewego. Fima passo dat wel taki des ma di vredesrefi de backup chief ding dus make un roko taki wan giwan bijdrage en bous rana op wan you na toekomst fus rana samen nga ala de trawan wan no je sitak we make so srefi so furu je bijna geen pure Surinamers meer in een Maron gemeenschap we af Japanese af Hindustani af Sneesi af Alasma we zijn één en we roko godoro en bouw een Maronage proces in a ting di ude wan Maronage is an ongoing proces. Dat want dat je bevrijd je voor bepaalde situaties die de in je ating PUD. En luku a lobby de en we chara lobby kom en we wis alasma wan blessing en tranga maronda. Dus no baka disi de ondernemers o groeien als paddenstoelen uit de grond. Win them biggie one, win me, wat dat o de you championship.